allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Ik ben vandaag gewoon op een trapveldje, een beetje rommeltjes zoeken. Een van de meest voorkomende vragen, en ik weet het, dat is van de echte beginners, is hoe kan je nou in godsnaam het verschil tussen het ene en het andere merken? Nou, dat kan je niet altijd merken, soms wel. Treklipjes kan je bijvoorbeeld heel duidelijk, omdat ze heel vaak hetzelfde zijn, tenzij je oude treklipjes hebt. Die klinken weer een beetje anders. Ik kan altijd maar één tip meegeven en het is gewoon blijven proberen en graven, maar onthouden wat je graaft. Ik heb hier nu een treklipje, een oud treklipje. Het is best zo'n ronde. En die komt op 32 binnen. Dan kan je zeggen van ik ga alle 32 niet meer graven, maar dan ga je heel veel mislopen. Dus mijn advies blijft altijd goed onthouden wat je gezocht hebt, wat je gevonden hebt, hoe het klonk, maar blijf het wel doorgraven. En ja, je komt thuis met een zak van deze dingetjes en die wil je niet, maar dat hoort er nou helemaal bij. Dus als beginnende zoeker, ja, je hebt misschien wel helemaal niks aan deze tip, want ik geef alleen maar aan dat het erbij hoort en dat je het moet graven. De enige tip die echt van belang is, dat je goed onthoudt hoe komen ze binnen, hoe klinken ze. Meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Nou had ik hier net precies hetzelfde geluid en precies hetzelfde VDI-nummer. Alleen het verschil was dat die ene wat langer doorklonk en dit echt heel kort is. Ik ben hem toch gaan graven en ja, het is, ik denk dat het een clipje van een armbandje is. Het is niet echt heel bijzonder. Ik zal even kijken of ik het een beetje dichterbij kan halen. Het is niet echt heel bijzonder, maar het is een clipje van een, ja, ik denk een armbandje of een gespje. Zit hier ook van die tandjes in. Ja, het is wel de tweede vondst. Weer exact hetzelfde geluid. En mooi strak. Weer 31. Het zou betekenen dat het dus weer of een treklipje is. Nou, het zit in de kluit. En het is weer een treklipje. Drie keer hetzelfde geluid, drie keer hetzelfde signaal, drie keer een andere vondst. Een oude treklip, een nieuwe treklip en een clipje van een armband. En dan ineens kom je erachter dat je metaaldetector een heel ander geluid geeft. 42 strak. Met kracht en geluid. Nou, dat is geen treklipje meer. Kijk, en dat kan je op je klompen aanvoelen. Dat is mooi. Een verse. Nou ja, vers. Niet vers van de pers, maar wel vers uit de grond. En als je die smaak eenmaal te pakken hebt. Kijk, hier zit die. Tadaa. Zijn kleine broertje. Wat is het, 10 cent? Ja, 10 centjes. En dit is nou net waarom ik al die troepjes, ik heb ze even vastgehouden, kijk. Allemaal troepjes, hè? Treklipjes en heel veel van die folie. Waarom graaf ik nou al die folie en die troep op, terwijl ik eigenlijk al van tevoren bijna weet dat het troep is? Nou, let op jongens. Je zou bijna denken dat het een troepie is. 34.
Oh, minder nog. 18, 19. 13. 13. Maar let op, jongens. Daarom doe je het. Je wordt er niet rijk van, maar het is wel super gaaf om zoiets te vinden met je metaaldetector. Want dat betekent dat je goed bezig bent. Ik krijg hem er niet eens uit. Wauw. Dan moet hij wel focussen natuurlijk. Hoe gaaf is dat? Een super klein oorbelletje met een steentje erin. Hier ligt hij. Steek hem er even in. Hier. Super gaaf. Kijk eens, daar hebben we er nog eentje uit de oude tijdperk. 5 centjes. Hartstikke leuk. Ja, wat is het? 5 cent uit 1979. Toen was ik 2. Leuk. Nog een manier om het jezelf makkelijker te maken, als je toch alles graaft, is om hem op 2 tonen te zetten. Dan heb je de lage toon is ijzer tot heel laag. En de rest is gewoon dezelfde toon. De nuance ben je kwijt. Het gevoel van hoogconductor of laagconductor ben je kwijt. Maar je graaft toch alles. Dus alles wat je zou moeten graven geeft een hoge toon. En de rest is een brom. Nou, dat gekwetter dat hoort er een beetje bij. En dan voor de rest heb je gewoon... een hoge toon. Ligt vrij ondiep, want ik heb een dubbele toon. Want dat doet hij nog wel nog steeds. En er zit een wortel. Dus als je een wortel tegenkomt, probeer dan een beetje eromheen te graven. Dan heb je minder kans dat je die wortel stuk maakt. Kijk, dit bedoel ik met die wortel. Die wortel, die kan wel van die boom zijn die verderop staat, dat weet ik niet. Maar dat heeft eigenlijk niet zoveel zin om dat ding door te hakken met alle geweld als je al weet of al het gevoel hebt dat iets ondiep ligt. En je kent er tussendoor en je kent ernaast en je kent er langs. Dus laat die wortel lekker met rust. Kijk, daar is die. Ik zet jullie even neer. Zo. Even een beetje bijschijnen. Ja, daar ben je. Nou, het lag echt ondiep. 50 centjes. Jongens, het is mijn dag. Het is mijn dag. Tenminste, dat denk ik. Ik heb een worm gevonden. Nee, onzin. Er glinstert hier iets zo mooi. Dat kan alleen maar goud zijn. En dan hoop ik dat het heel is. En dan hoop ik ook dat het niet iets recents is als een... speelgoedkettingkie of een... weet ik veel wat, of rommeltje. Het glinstert en mijn hart klopt er een beetje over. En dat wil zeggen, blij zijn. Ik ga geen dansje doen, want ik heb spierpijn. Maar we gaan hem wel samen even uitgraven. En nou zit ik me te bedenken, ik zit over mijn schotel heen te hangen. Nou zit ik me te bedenken dat ik helemaal nog niet heb laten horen hoe die klinkt. Nou was ik op 2 tonen aan het graven, dus... doet het er niet zoveel toe hoe die klinkt. Maar hij kwam wel verrot laag binnen. Het nadeel, laat ik het anders zeggen, want ik moet het wel genuanceerd zeggen. Ik ben met de Legend op pad en ik vind dat ding heeft nou een ton aan voordelen. Ik vind het echt een hele fijne machine. Het nadeel, en dat ligt echt aan mij, want het is niet eens een nadeel.
Maar het nadeel vind ik dat ze van 99 tonen terug zijn gegaan naar, wat is het, 50 tonen of 60 tonen? Ik weet het niet eens uit mijn hoofd. Het is belachelijk. Daarmee verklein je de hoeveelheid nummers. En daarmee liggen dus ook heel veel verschillende vondsten veel dichter bij elkaar in dat vlak. En dat maakt het dus moeilijker om duidelijk te zeggen van oké, tussen dat en dat komt alleen maar dat en dat binnen. Omdat dat vlak is gewoon veel kleiner geworden. Dat vind ik een beetje jammer. Waren het niet dat ik hem wel eruit heb. Tenminste, ik heb hem er nog niet uit. En misschien is het ook wel helemaal niks. Ben ik gewoon weer enthousiast van niks. Ik ga even inzoomen. Kijken of dat lukt. Ja. En dan ligt hij hier. Na het inzoomen. Ik kan een klein beetje uitzoomen. Want nu zit hij helemaal uit zijn verpadje. Zo. Hier ligt hij. En ik hoop echt. Ja. Het is wat anders dan dat ik dacht. Het is oorbelletjesdag. Nou, of hij is gisteren verloren. Nee, staat een stempeltje in. Ik wil zeggen, of hij is gisteren verloren, of hij is echt goud. Want zo uit de grond komt eigenlijk alleen maar goud. Zonder aanslag, zonder koek. Het enige vuil wat erin zit, dat zit ertussen. Dat zit, dat kan ik niet zo goed laten zien, maar dat zit hier tussen. Dat is het enige vuil wat zich doet. Kijk, hier is hij beschadigd. Dan kan je vaak zien. Nee hoor, dat is alleen een krasje. Dat is dezelfde gouden kleur nog. En er zit ook niet een soort naad in. Hij is helemaal mooi rond. En het dingetje wat hierop zit, zit erop gesoldeerd. Dus het is echt wel geen moe waard, maar wel ontzettend leuk. Want het is een potverdorie tijd geleden dat ik goud heb gevonden. Hihihi. 38,39. En daar komt elke keer 10 cent op binnen. Dus hopen we dat we een live dikkie kunnen doen op 10 cent. En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van de video. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Zo ja, vergeet dan niet even een duimpje omhoog te doen en vergeet niet te abonneren. We zitten bijna op de 12.000 subscribers en dat vind ik weer leuk. Twee video's geleden heb ik beloofd om een tas weg te geven. Dat ben ik niet vergeten. Het is alleen zo dat mijn privéomgeving mij eventjes harder nodig had dan mijn hobbyomgeving. Wilma, de opa is overleden en daar ging eventjes alle aandacht naartoe. En ik heb natuurlijk een klein zoontje gekregen. Die is nu 8 weken, maar van 1 kind naar 2 kind is 3 keer zo druk. Geen excuus, de tas komt eraan. 1 van jullie gaat die tas krijgen en dat beloof ik. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer.